Vandaag bezoek ik het Jopie Huisman Museum. Jopie is geboren in 1922. Hij was de jongste van 7 kinderen. Als kunstschilder was hij autodidact. Hij was gefascineerd door het leven van alle dag. In 1963 begon Jopie zijn eigen groothandel in lompen en metalen. In 1973 raakte hij in problemen. Hij was helemaal op zichzelf teruggeworpen. En hij vertelde: toen vond ik tussen de rommel een oude broek. Een afgetopte, 80 keer verstelde, smerige melkersbroek. Ik zag mezelf daarin. Een heel grote verlatenheid. In het werk van Jopie Huisman draait dit allemaal om de menselijke maat. Om de relaties tussen mensen. Zijn boodschap van mededogen is universeel en tijdloos.